Morgen zijn de presidentsverkiezingen in Amerika en dat heeft natuurlijk op de korte termijn zeker een impact op de beurs. En in deze video wil ik dan ook gaan kijken naar wat die impact kan zijn op zowel de korte als de lange termijn. En daarbij gaan we eigenlijk ook kijken naar de programma's van zowel Trump als Biden, maar ook zeker naar vorige presidenten en hoe zij het hebben gedaan als we kijken naar de beurs in diezelfde periode. Dat zijn dus dingen waar we misschien wat informatie uit kunnen halen, in ieder geval om te kijken wat er kan gebeuren op de korte termijn en als er iets gebeurt, dat we misschien ook een beetje begrijpen waarom dat gebeurt. Dat gaan we dus doen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Deze gaat dus over beleggen, want we gaan kijken naar wat er kan gebeuren op de beurs zodra er een nieuwe president is gekozen of misschien wordt Trump wel herkozen. Ook dat kan impact hebben. Maar voordat we gaan kijken naar Trump of Biden, laten we eerst even gaan kijken naar de vorige presidenten. En dan focus ik me vooral op de laatste 20 jaar. Dus we beginnen met George W. Bush. Nou, in de eerste 2 jaar zien we daar dat hij flink in de min staat met min 15 en min 19%. Dat heeft waarschijnlijk te maken met bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september. Dat had natuurlijk een crisis tot gevolg, maar ook zeker de dotcom-bubble die toen net rond de eeuwwisseling aan de gang is geweest. We zien echter ook een flink herstel en dan in 2003, 2004. En in zijn tweede termijn zien we eigenlijk een normaal rendement van 5 tot zeg maar 16% ongeveer. Maar dan op het einde, 2008, 2009, komt er weer een crisis aan die uiteindelijk min 40% zorgt in 2009. Dus hij maakte 2 crisissen mee in zijn tijd als president zijnde, op zich wel ja, uniek, opvallend. Dan wordt hij opgevolgd door Barack Obama. Nou, hij begint in het jaar dat, eigenlijk het jaar na de financiële crisis, dat zien we ook meteen op de beurs, heel erg positief, plus 45%. De rest van de jaren ook hele mooie rendementen trouwens, op 2016 eigenlijk na. Maar dat is niet echt een heel erg diepe daling, tenminste 6% vind ik op zich wel meevallen. Terwijl Barack Obama dus president is, hebben we te maken met de langste bullrun ooit van meer dan 8 jaar. Dat wordt natuurlijk gedreven onder andere door de ontwikkelingen in de technologie, maar ook de hele lage rentes. Want we hebben nu te maken gehad dat net toen hij begon, kwamen die crisis uit. De rentes werden heel erg laag, maar daardoor is ook de staatsschuld heel erg opgelopen. Juist omdat ze heel veel geld in de economie wilden pompen om hem aan de gang te krijgen om uit die crisis te komen. Dat is dus wel gelukt. Het ging heel erg goed met de economie, maar de staatsschuld is ook heel erg hard opgelopen. En na Obama kwam dus Donald Trump. Daar zien we heel afwisselende jaren. Bijvoorbeeld een heel erg goed jaar in 2017. Hij ging meer belastingen verlagen en ook zaken doen werd makkelijker. Er waren minder regels voor bedrijven om zaken te doen. Dus dat was heel erg positief voor de economie. Gevolgd door 2018 op zich ook wel best goed. Tot het laatste kwartaal, daar gingen we flink in de min. Dat hebben we zelf ook bij mijn eigen portefeuille gezien. Dat ook wereldwijd dat we gewoon te maken hadden met een flinke dip. Vorig jaar, 2019, was dan juist weer een heel erg goed jaar, echt een topjaar. Daar ging het plus 27% en ook in Nederland zagen we dat overigens. De AEX deed vorig jaar plus 25% over de hele beurs heen. En in dit jaar, 2020, zien we een kleine min staan. Maar ja, dat is niet heel erg raar, want ik zou zeggen corona, denk ik, genoeg uitgelegd. Laten we ook even gaan kijken naar een overzicht van al deze presidenten in 1 schema. Dit is dan een overzicht van de laatste 5 presidenten. En dan gaan we eerst kijken naar 48 maanden, oftewel de eerste 4 jaar van hun termijn, hun eerste termijn dus, voordat ze eventueel herkozen werden. Nou, dan zien we bijvoorbeeld bij George Bush min 4%, maar zoals gezegd, hij had te maken met 2 crisissen in zijn tijd. Zijn vader, ook Bush natuurlijk, plus 41%, dat ging al goed. Obama plus 73% en uiteindelijk Clinton, die was na 4 jaar is eigenlijk de hele markt verdubbeld, plus 106%. Maar zoals gezegd, dat was na 4 jaar, oftewel het eerste termijn, wat gebeurt er van de presidenten die voor een tweede termijn worden herkozen, hoe doet de beurs het dan? Dan zien we wederom George W. Bush onderaan staan met min 26% vanwege de crisis, de financiële crisis rond 2008 dus ongeveer. Obama plus 148% en Clinton plus 229% over zijn 2 termijnen. En je zou dus kunnen zeggen dat het eigenlijk helemaal niets uitmaakt wat die president doet of wie er aan de macht is, hoe lang hij aan de macht is. Want op de lange termijn lijkt dat niet uit te maken. Iedere president gaat uiteindelijk wel in de plus.
Alleen George Bush heeft dat niet gehad. Maar ja, hij heeft denk ik ook wel een beetje pech gehad met twee crisissen. En natuurlijk met Obama gaat het dan bijvoorbeeld weer heel erg goed. Maar dat heeft er vooral weer mee te maken, denk ik, dat hij precies na de crisis begint. Ja, dan hebben we vaak te maken met heel erg goede jaren. En toevallig heeft hij ook nog eens de beste bullrun ooit van 8 jaar. De langste, de beste bullrun gehad. Kan geluk zijn, kan natuurlijk met zijn beleid te maken hebben. Maar was dat niet zo geweest, hadden we waarschijnlijk alsnog wel in de plus gestaan. En dit is eigenlijk precies de reden waarom ik me dan ook richt op de lange termijn. Ik hoef me dan niet druk te maken over wat er op de korte termijn gebeurt. Wanneer er een paar bedrijven failliet gaan misschien. Wanneer er een president wisselt. Omdat ik eigenlijk weet, op de lange termijn maakt dat allemaal niet zoveel uit voor de economie. Zeker voor de wereldeconomie. Amerika is natuurlijk wel een heel erg groot gedeelte daarvan. Maar ook daar zien we dus, het maakt op zich op de lange periode, op de lange termijn maakt het niet zo uit. Maak het jezelf makkelijk, tenminste zo denk ik. Richt je op de lange termijn en profiteer gewoon van de groei op die lange termijn. Het kan dus heel erg anders zijn op de korte termijn. Dus laten we vooral gaan kijken wat er gebeurt als een nieuwe president wordt gekozen. En laten we dan beginnen met de statistiek van wat als een president wordt herkozen. Dan gaat de beurs het jaar erop vaak gemiddeld 6,5% op vooruit. Terwijl wanneer er een nieuwe president wordt gekozen, dan gaat de beurs in het nieuwe jaar gemiddeld 5% op vooruit. Dus dat is een verschil van 1,5%. Dat heeft er waarschijnlijk natuurlijk ook mee te maken dat de president, als die wordt herkozen, dan weten we al wat we van hem kunnen verwachten. Hij gaat vaak heel veel, ja, hij gaat door met zijn plannen die hij al had. Of hij gaat nog dingen meer aanwakkeren. Of misschien wel goed voor de economie. Omdat hij toch niet na een tweede termijn opnieuw kan worden herkozen. Dus hij wil vooral zorgen dat hij in zijn tijd het heel erg goed is gegaan met het land. Terwijl juist met een nieuwe president, die heeft een ander beleid. Mensen weten niet wat dat voor impact gaat hebben. Weet ook niet hoe alles precies uitpakt. En omdat je dan een beetje onzekerheid krijgt, is de beurs vaak wat voorzichtiger. En wie wordt die nieuwe president dan? Wordt dat aan de ene kant Trump of aan de andere kant Biden? Nou, de peilingen op dit moment lijken te wijzen naar Biden, dat hij de nieuwe president wordt. Oftewel dat er een nieuwe president komt. En dat zien we trouwens ook bij wetkantoren. Vaak vind ik dat wel interessant om dat te bekijken, omdat dat vaak een best wel goed en betrouwbaar beeld geeft. En ook een beetje de mening geeft van mensen, wat zij verwachten. Ze zetten dus letterlijk hun geld daarop in om een voorspelling te doen. En ook hier bij Betfair zien we dat Biden als nieuwe winnaar wordt gezien. En Trump heeft hogere odds. Oftewel, de kans dat hij het gaat worden is kleiner. Is gewoon veel kleiner, want de odds zijn dubbel zo hoog. Dus de kans dat Biden gaat winnen is in ieder geval volgens dit wetkantoor heel erg groot. En waar we eerder keken naar de lange termijn, laten we ook nog even gaan kijken naar die korte termijn. Want het kan zeker wel interessant zijn om te weten wat er kan gaan gebeuren de komende tijd. Wat er misschien wel gaat gebeuren. Zodat we dan ook weten van, als er iets gebeurt, waarom dat is. Zoals gezegd, het heeft natuurlijk te maken met, wordt een president herkozen of niet? Komt er een nieuw beleid, dan komt er heel veel onzekerheid. En aangezien nu nog niet echt duidelijk is wie die president is, zien we eigenlijk ook afgelopen weken al heel veel onzekerheid op de beurs. Eigenlijk de hele week zagen we flinke verliezen op de beurs. Tenminste, ik had te maken met flinke verliezen. Omdat er juist op dit moment heel veel onzekerheid is. Dus laten we hopen dat vanaf aanstaande woensdag, wanneer een beetje de verkiezingsuitslag al was langzaamaan bekend wordt. Want ook dat kan nog heel erg lang duren voordat het definitief is. Maar dan alvast wel een goed beeld wat er speelt. En dan komt er waarschijnlijk ook wel weer rust op de markt. Om te weten wat er op de korte termijn kan gebeuren, gaan we natuurlijk kijken naar de programma's van beide presidentskandidaten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je vragen, vind je het een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dat helpt mij met het maken van video's. Ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. En het helpt het YouTube kanaal. En kijkend naar die programma's, dan zien we dat eigenlijk Trump niet echt heel specifiek programma heeft. Hij gaat een beetje door wat hij de afgelopen jaren al heeft gedaan, wat hij heeft geroepen. Terwijl juist Biden een veel duidelijker plan heeft, een meer stappenplan. En we gaan natuurlijk wel een paar onderdelen vergelijken tussen beide presidenten. Laten we beginnen met de infrastructuur. Want beide willen geld stoppen in de infrastructuur weer op orde brengen, investeren in die infrastructuur, juist om ook banen te creëren. Biden wil daar ook nog, ja, uiteindelijk meteen, terwijl ze de infrastructuur aan het doen zijn, natuurlijk aan het milieu werken. Biden wil namelijk Amerika CO2 neutraal maken in 2050, terwijl Trump daar juist helemaal niks mee heeft. Hij gelooft dan juist weer niet in klimaatverandering, dus hij gaat er ook zeker niet in investeren. En ik denk dat dat best wel een groot punt is, een groot verschil heeft, dat ook grote impact kan hebben of heeft op de lange termijn voor het land van Amerika. Want natuurlijk, het is een heel erg ander beleid wanneer je wel voor het milieu gaat of juist niet. Wanneer we wel gaan doen, ga je nieuwe banen creëren. Je gaat werken aan oplaadpunten voor elektrische auto's. Misschien ga je al werken aan waterstof. Je gaat zorgen dat er bedrijven weer investeringen doen. Of misschien gaat wel helpen met bedrijven juist dit soort technieken ontwikkelen. Daar kan een land als Amerika op de korte termijn al profijt van hebben. Maar Biden wil ook zorgen dat Amerika koploper wordt daarin. Dus dat zij juist al die techniek, al die
kennis van dat soort dingen juist hebben en misschien wel voorop gaan lopen. Terwijl juist Trump eengene is die niet in klimaatverandering gelooft. Hij laat bedrijven vooral doen waar ze nu mee bezig zijn. Veel geld verdienen, dat is goed voor de economie op dit moment natuurlijk. Maar ik denk op de lange termijn, als de rest van de wereld verandert, maar jouw land, jouw bedrijven niet, dan ga je uiteindelijk ga je de markt verliezen. Want de wereld gaat door, de markt verandert. Alleen de Amerikaanse bedrijven zijn bij de oude situatie gebleven. En dus kan het zomaar slecht uitpakken, zeker op de lange termijn. Een ander punt is belasting. Toen Trump aan de macht kwam, laten we even zeggen, toen hij president werd, heeft hij heel veel belastingen verlaagd voor personen, maar ook zeker voor bedrijven. En Biden wil dat dan eigenlijk weer terug gaan draaien. Hij wil zorgen dat personen die meer dan $400.000 per jaar verdienen, dat die weer extra belast gaan worden, eigenlijk net zoals voorheen was. En eigenlijk ook 75% van de nieuwe belastinginkomsten komt van de rijkste 1% af. Dat zijn de mensen die dus heel erg op vooruit zijn gegaan onder Trump, maar eigenlijk weer in moeten gaan leveren onder Biden. En ook de belasting voor bedrijven gaat weer terug omhoog. Die was eerst 28% en Trump heeft hem verlaagd naar 21%. En Biden wil dat juist weer omdraaien, weer terug naar die 28%. Juist om meer geld bij de overheid te krijgen, om in het land te investeren. Heel erg goed voor het land, heel erg minder goed zeg maar voor het bedrijf, want het bedrijf maakt minder winst. Dus is het minder aantrekkelijk voor aandeelhouders. Dus je kunt hier wel zien dat het juist dit soort punten grote effecten kunnen hebben op de beurs, op bepaalde aandelen. Want in principe maak je gewoon onder Biden 7% minder winst. Je kunt het niet uitkeren aan je aandeelhouders, want je moet het eigenlijk aan Belastingdienst gaan betalen van Amerika. Dus als we dat gaan kijken op een economie, kan dit soort verschillen op de korte termijn zeker trouwens grote verschillen uitmaken. Kijken we naar handel, dan zien we dat eigenlijk beide kandidaten wel een beetje tegen China zijn. Trump maakt dan vooral gebruik van een handelsoorlog, importheffingen om eigenlijk te zorgen dat er zoveel mogelijk in Amerika wordt gedaan en zo min mogelijk handel wordt gedreven met China, want dat is natuurlijk de grote andere, de vijand, degene die misschien al wel groter is als Amerika, invloedrijker wordt en dus dat willen we niet gaan promoten. Ook Biden heeft trouwens niks met China, al heeft hij niet zoveel, maar ook met een handelsoorlog of met importheffingen. Hij ziet vooral de oplossing in het samenwerken met andere landen om op die manier een beetje een front te vormen tegen China, dat ze toch samen staan we sterk, zeg maar, in plaats van dat je één land tegen het andere land doet. En ook dit is zo'n onderwerp wat natuurlijk grote impact heeft. Grote Amerikaanse bedrijven zitten vooral in de tech-industrie, maar degene die producten maken, eigenlijk elk bedrijf wat veel producten maakt, laat het doen in China. Trump wil alles naar Amerika halen. Wordt het ook duurder van, want de lonen in Amerika liggen natuurlijk gewoon hoger dan in China. Maar ze hopen natuurlijk wel op die manier banen hier te houden. En Biden wil natuurlijk ook wel mensen aan het werk houden, alleen op een andere manier dus. Want over banen gesproken, Trump wil dat dus doen door eigenlijk niks naar China te doen. Al het werk, zoveel mogelijk van de producten laten maken in Amerika, zoals ik net al zei. En Biden wil dat op andere manieren doen, bijvoorbeeld door te investeren juist in die infrastructuur. Ook dat moet duizenden of miljoenen banen trouwens gaan opleveren. Denk hierbij, zoals ik al zei, investeren in infrastructuur van elektrisch rijden, van waterstof, klimaatverandering, dat bedrijven daarop kunnen inspelen. En dat gaat zeker ook nieuwe banen creëren. Dat zien we hier in Europa ook al met zonnepanelen installeren en alles wat er omheen hoort. En het is natuurlijk heel erg belangrijk om mensen aan het werk te houden, zeker mensen in je eigen land aan het werk te houden. Biden wil ook een hoger minimumloon. Dat gaat er natuurlijk altijd voor zorgen dat alles duurder wordt wat in Amerika wordt gemaakt. Maar het levert wel meer belasting op. Zoals gezegd, belasting is heel erg belangrijk. Want daar kun je het land van verbeteren. Kun je investeren in je land. Het is ook heel erg belangrijk dat mensen aan het werk zijn. Want iedereen die geld verdient, levert belasting op, maar kan ook geld uitgeven om iets te kopen. Dus dat houdt de economie ook draaiende. Ze willen dus beide miljoenen mensen aan het werk houden of brengen, maar beide op een totaal andere manier. De ene, Trump, zegt dus juist door niks in China te maken, houden we mensen hier aan het werk. Biden zegt door juist in de toekomst te investeren, kunnen we nu mensen een baan geven, omdat we in deze energietransitie zitten. Wie zal zeggen wat het beste wordt? Dat is eigenlijk ook de vraag die ik aan jullie heb. Wat denk jij hier nou van? En wat ga je eventueel doen? Ga je iets doen op de korte termijn met deze uitslag? Met de impact die het kan hebben? Of wat denk jij dat de impact zal zijn? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zelf ga ik er niet zo heel veel mee doen, omdat ik me richt op de lange termijn. Ik denk zeker wel dat het impact gaat hebben op de korte termijn. Mogelijk dat ik dan misschien wat meer aandelen ga kopen, dat ik juist wat extra inleg
van die dipjes die er gaan komen. Ik denk alleen niet dat als er een dip of een crisis komt, dat het aan deze presidentsverkiezingen ligt. Maar dat het veel meer te maken heeft met corona. Dat heeft een veel grotere impact op de economie. Dat zien we nu nog niet. Want nu hebben we nog al die overheidssteun. Maar volgend jaar wordt dat afgebouwd. Zeker wanneer het vaccin er misschien wel is. Moeten bedrijven weer op eigen benen gaan staan. En dan zul je zien dat heel veel bedrijven om gaan vallen. Niet alleen in Europa, maar zeker ook in Amerika. En dat heeft een veel grotere impact op de economie dan deze presidentsverkiezingen. Maar ja, dat is mijn mening. Dus zoals gezegd, laat jouw mening vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video trouwens. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken. En je helpt het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.